Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldi's Games. Vandaag gaan we verder met onze serie hier op Aldi's Games genaamd Lulululoosjes. En ik hoop dat jullie er vandaag weer heel veel zin in hebben, want deze kerel hier en ik natuurlijk hebben er weer heel veel zin in om lekker mensen te vermoorden. Het klinkt zo slecht in het leven, hè, om lekker mensen te vermoorden. Maar nee, het is inderdaad ook heel slecht. Maar het is maar een spelletje, jongens. Dus keep that in mind. Ik hoop dat jullie er vandaag weer heel veel zin in hebben. En laat het zien met een duim omhoog. Als je zin hebt, kan ik zien in ieder geval dat jij er zin in hebt. En dan gaan we lekker meteen weer beginnen met ons plan. Zij moet dood. She is taking care of younglings. And she's really like to drink coffee. Ze houdt ervan om koffie te drinken. Dan weet ik genoeg. Dan stoppen wij daar pillen in. Pil. Oh, dit gaat er niet in. Ben je gek? Oké, er zitten nu pillen in de koffie. Poison part of coffee. Ze houdt van koffie drinken, dus zo gaat ze dood. Hé, de ballen, hè? Kom dan. Hé, Pamela Brown. Pamela Brown. Ik vind het wel leuk. Pamela Brown. Die gaat ook even in mijn broekzak. Ik weet niet wat het is. Ik ga nu even kijken wat het is. Dit is floor phone numbers. We kunnen mensen bellen. We hebben nummers, jongens. We kunnen letterlijk mensen bellen. Dat is leuk. Oh, kan ik hier ook in gaan zitten? Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Hey Pamela, schiet jij eens even op. Lekker drinken, lekker zuipen aan die koffie. Hey. Kom op. Kom op, Pamela. Doe het voor mij. Oh ja, ze doet het. Oh, wat een schat. Oh, wat een schat van een mens. Kan deze deur verdicht? Wat een pokkenherrie. Jeetje, waarom heb ik dat gedaan in de vorige aflevering? Nee, je gaat toch niet meer zitten, hè? Oh, gelukkig. Ja, kom hierin. Kom. Nee, Pamela. Gaat ze hier zeker koffie drinken? Als je hier gaat koffie drinken, hè? Oh. Oh, you're getting out of here. Nou, hey, rustig maar. Ik deed helemaal niks. Oh, oh, daar is hij weer. Oké, oh, wat gaan hun samen doen in dat kamertje? Dat is niet goed. Even wat usen. Misschien krijgen we wel power, maar nee, helaas vandaag niet. Dat is een hele goede tip trouwens van jullie geweest. Om dat te doen. Om hele de toiletten te gebruiken. Dan krijgen we power. Hier, nu doet dit weer wel. Misschien drukte ik net weer wel niet goed. Even proberen hoor. Nee, dat doet het niet. Misschien hebben we die al gebruikt. I don't know. Dat onthoud ik niet echt. Oké, ga jij even lekker koffie drinken, meid? Ja, kom maar. Loop maar door de deur. Maak me geen donder uit. Alsof die dicht... terwijl die dicht is. Ja, kom maar. Yes. Yeah, bol. Pamela Brown. Ze houdt van koffie. Nou, ik zie het. Let ons even op je koffie. Rot wijf. Zo, sorry voor het schelden. Dankjewel. Sleutels, nu ga ik lekker naar de baby's. Ga lekker naar de baby's toe. Hoppatee, zo, restricted area. Oké, wat zullen we gaan doen? Mag de deur wel dicht? Oh my god, oké. Oh, dit moet ik wel eerst even doen. Zo. Even wat tegenaan gooien. How about a wallet? Misschien werkt dat ook wel. Pok. Zo, in zijn gezicht. Oké, wat zul ik doen? Use. Oké, ik heb 3 kinderen uitgekozen, jongens. Wat is dit precies? Ik weet niet wat we nu precies zien, maar het is een soort krant. I know, het komt opeens. Babybonus. Ik heb 4 baby's. Complete. Turn the younglings. Man kills children from the neighbor with claws. Oh, hebben we ze echt vermoord, die baby's? Nou, oké. Okay. Ik dacht, misschien zijn het wel schatjes van ons nu geworden. En zijn ze ook de duivel. Nou, ik neem mijn geld maar in ieder geval weer mee. Oh, nou, oké, het zal wel. Ik heb niet opgelet, want dan moeten ze het geluid van die man eens even wat harder zetten. Find the number. Find the number? Wat moet ik dat doen? Waar moet ik dat doen? Hé, wat kom je hier doen, joh? Oké, ik moet in ieder geval wel daarheen of zo. Dus we gaan even kijken of we daar kunnen komen. Welke sleutel had je hiervoor nodig? Oh, die hebben we al, joh. Grapje. We kunnen al helemaal omlopen. Oh, nee, wacht. Hier zat nog een deur die dicht zat. Maar die hebben we nog steeds niet, volgens mij. Nee, kamer... Of nee... 3770. Misschien kunnen we wel ook zo er komen, hoor. Als we door de gebouwen gaan. Hier doorheen lopen. Misschien komen we er dan ook wel. Nee, die is ook nog gelakt. Oh, hier ligt weer een patiënt. Nou, dat is gezellig. Nou, dan weten we wat we mee gaan doen. Hé, hey, meneer. De ballen! Oh, oh. Er kwam een bezoeker. Oh, iemand zag dat. Uh-oh. Uh-oh, komt hier naar binnen? Uh-oh, hij komt hier naar binnen. I didn't do anything. Ze kunnen hem hier ook nog... Hallo, we doen een verstoppertje. Hij zit in dezelfde kamer. Uh-oh. Als ze me nu pakt, dan snap ik er niks van. Oké, go. Oh, hij moet ook dood. Hij heeft de sleutel. Hij heeft de sleutel. Oké, hij moet dood.
Hij doet first aid. Nou, dat kan niet, want hij is al dood. Debiel. Hij heeft de sleutel, jongens. Hij moet dood. Hij heeft ook een leuk sleutel. Hier is cleaning en mapping. Maar die sleutel ben ik niet nodig. Hoe gaan we hem vermoorden? Zou ik gewoon even lekker weer donuts maken? Ik vind het een makkelijke manier. Oh, we hebben nog sandwiches. Nee, ik vind donuts die werken beter of zo. I don't know. Dan gaan we lekker de donuts gooien. Even kijken. Zo. Dat doe ik gewoon hier zo. Terwijl die even aan het first eten is. Gooi ik even die donuts neer. Oh. Oh. Donuts tegen mijn kop. Pak ze dan. Holy macaroni, zegt hij. Eet ze maar lekker, guy. Thank you very much, bol. Thank you. Dat was al gezellig. De ballen. Zo. Hoppatee. We zijn echt heel goed bezig, guys. Kijk dan, want hier ligt dit ook allemaal nog. Oh, er ligt weer zo'n kruis. Of er hangt weer zo'n kruis tegen de muur. 3, 2, 1, pok. Joes, hoppatee. Ik kan deze weer pakken. Oh, hij gaat de lucht in. Wat gezellig. Object is too far. Nou, volgens mij kon ik er heel makkelijk bij. Even kijken. Wat hebben we hier nog meer? Een lid. Een devil bobblehead. Oh, dat is wel fijn. Krijgen we ook weer wat punten daarvoor. Of XP. Het gaat echt lekker. Het gaat echt heel goed. Oh, daar heb je die man weer. Nou, gezellig. Daar hoef ik ook niet meer heen. Ho! Hallo! Hallo! Er ligt hier een flame bolken. Moet ik daar wat mee? Moet zij dood? Find the number. Oh, ik moet hier iets doen. Please ring. Ping! Lopen, kreng. Kan ik even naar binnen? Oh, hallo. Heb ik nog sandwiches? Of pillen? Ik vind het zo fijn, hè? Ik vind het zo fijn. Kan ik dit doen? Nee, shit. Nee, ik kan niet. Helaas. Ho, ho, hallo. Phone list. Inventory full. Shit. Gooi maar weg. Dan moet ik even weer wat weggooien. Ik gooi deze wel weer weg. Zo, ik heb ook heel veel sleutels, hoor. Jeetje. Echt heel veel sleutels. Hoe zullen we haar eens vermoorden, jongens? De meisjes. Let's have a look, shall we? Eerst even het toiletje. Red katetje. Oh, oh, kijk nou. Dat is even goed. Al die moordenaar. Al die moorddingen. Hoor je heel vies van. Oké, okay, ik heb die sleutel nodig. Find the numbers. Ik denk dat ze daar liggen. Charles Wagner personal staff. Ik moet daar inderdaad al wat doen. Als jij nou even ook even wat doet. Debiel. Oh shit, ik had het vast, maar dat moest niet. Ja, heb ik dit echt nodig? Nee, niet echt. Nou, eigenlijk wel, want dat is wel fijn. Gooi maar weer weg. Dan doe ik even... ja, drop dit maar even. Want daar kan je wel wat meer mee. En ik heb genoeg van die spulletjes. Usable pressure valve. Wat doet dat ook alweer? Pressure meter attached to the pressure pipe. Changing object its fits place could be useful. Changing objects to its place could be useful. Wat betekent dat? Zet die douche uit, Roy. Het is echt vervelend geluid. Stop. Stop. Stoppen nu. Ik ga er wat tegenaan gooien, hoor. Rodding. Stoppen nu. Oh, hij wil niet stoppen. Nou, oké. Dan vind ik het best. Let's have a look, so, shall we? Ik moet daarheen. Ik ga gewoon op die bel drukken en dan ga ik er gewoon heen, oké? Ik ga het gewoon snel pakken. Dan laat ik Louise Jackson nog lekker leven. Ben ik toch een schatje? Okay, go, 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 go. Go, 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 go. Heb ik de spullen? Ja, ik heb het. Ik heb het. Dankjewel. Doei, de ballen. Oké, locked. Die is ook weer open nu. Zo. Ik denk dat we hier weer klaar zijn, guys. Call a ride. Oh, we mogen bellen. We mogen bellen. Find a phone. Oké. It was... you find a clothes and wallet of Charles Wagner. There was also a phone number of MacGuffin. MacGuffin was de... die guy die, zeg maar... Hoe heet het? Die had, zeg maar, hij was de detective bij ons in huis toen. 7921. Die moeten we bellen. Oké, okay, even een telefoontje op zoek, hoor. Telefoontje! Hier zit er eentje. Dan gaan we die even gebruiken. Zo. Eerst een 7. Ik ben hier niet goed in. En dan een 9. Zo. En dan een 2. Oh, shit. Nou, dat is niet goed. Oké, opnieuw. Opnieuw. Abort. Abort mission. Even opnieuw. Oké. 7. Kijk, ik ben hier echt niet goed in. Hoe kunnen ze dat vroeger doen? En dan moet ik... Hij keek even naar me. Shit, nu zijn... Potverdrie. Doe deze deur even dicht. Oh, hij kijkt wel. Maar ik mag even naar mijn moeder bellen. Oké. 9.
Oh, dit vind ik echt moeilijk. Dat vind ik echt lastig, dit. Ik weet niet hoe dit werkt. 7. 2. 1. Shit! Bel weer verkeerd. Okay. 9. Komt weer, hoor. Dit is echt, dit is de moeilijkste missie ooit. 7. 2. 1. Godverdomme, jongens. Nog een keertje. Sorry hoor, ik ben er echt niet goed in. 9. We gaan even weer rustig naar de 7. En dan 2. Shit! Nee! Oh my god, waarom ga ik zo bad hiervan? Ik ga zo bad van mezelf, hè? Oh my god, sorry. 9. Ik ben echt niet goed in... als ik dat vroeger ook had, hè? Ging zo bad. En dan 2. En dan 1. Yes! Oh... En als het nu niet goed is, hè? Ga ik zo bad. Ga ik zo bad. Ik hoor nog steeds niks. Heb ik het wel goed ingetikt? Nee, ik heb het weer niet goed ingetikt. Are you freaking kidding me? Ik deed het verkeerd, ik deed het andersom. 7. En dan een 9. 2. 1. Yes, hij doet het nu. Gelukkig, in één keer, hè? We zeggen gewoon dat we het in één keer deden. There were no words, but somehow I knew that I would have to wait for him at the morgue. It was strange how each moment I felt more connected to this kid. Oké, awesome. Ik vind het wel best wat ze zeggen, weet je. Ze zoeken het maar uit. Wij mogen weer naar de exit, guys. Hadden we die sleutel eigenlijk al? Oh ja, sleutel hadden we inderdaad. Oké, de exit. We gaan weer naar de exit, guys. En dat is ook weer Satan. Satanacha. Ja. Oké, eens even kijken waar we nu komen, guys. Dan gaan we naar het filmpje. Is het helaas weer de Charles finally gone. Van de aflevering. Powers gained and followers turned. I was waiting for him at the morgue exit, but a few more souls remained in the hospital that would surely give some extra credit for the kid. The hospital administrator had to be stripped down to his last breath to face the judgment of the underworld. Isaac Gilmore was born in this hospital, and the hospital kept his medical records. While looking for the morgue, Lucius found out that these actually contained some very useful information. It was the last stop before leaving the hospital behind. We gaan bijna uit het ziekenhuis. Hé. Poltje aan de hoos, ik ben echt zat. Nee, ik vind het wel awesome. Ik vind het wel nice. Jongens! Dit was de aflevering weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het vandaag weer heel erg leuk vonden bij Lucius hier op Aldus Games. Ik moet het elke keer zeggen. Anders zeg ik van, Roy, je zei het vandaag niet. Ook al zeg ik het gewoon heel vaak. Van dat Lucius. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je dit een leuke video vond, vergeet niet eventjes het duimpje omhoog te doen. Dan kan ik zien dat jij dit een leuke video vond. En als je het niet leuk vond, doe het eventjes nog steeds. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer hier op Aldus Games voor een nieuwe aflevering van Lucius. Bedankt voor het kijken en bye bye.